U heeft allen vandaag een brief gezien van. Een brief gezien van de ontwikkelaar met betrekking tot de tolweg. Die heeft eigenlijk aangegeven in zoveel woorden dat hij het voorstel terugtrekt. Dan is er eigenlijk geen voorstel om hier te behandelen. Dus het college stelt dan ook voor om dat ook van de agenda af te halen. Want er is niks om te bespreken. Dus dat agendapunt gaat dan van de agenda. Wethouder Jansma, we hadden verwacht vanavond het een en ander te horen over Tolweg 2, 4 en 6. Dat is niet gebeurd, het is ingetrokken. Kunt u ons iets meer erover vertellen? Ja, de initiatiefnemer heeft vandaag een brief gestuurd naar zowel het college als de gemeenteraad. Dat hij de afgelopen weken goed geluisterd heeft. Ook veel gesprekken heeft gevoerd. En hij zegt van, nou, met die informatie wil ik graag een nieuw plan maken. Dus heeft hij het verzoek gedaan aan de gemeenteraad om het plan vanavond niet te behandelen. Omdat hij met een nieuw plan wil komen. Als hij dat nou niet gedaan zou hebben en er zou een beslissing genomen zijn. Het zij voor en tegen. Als het tegen was geweest, dan was het ook afgelopen geweest. En nu heeft hij een nieuwe kans in feite, of niet? Nou, hij ziet zelf mogelijkheden om het plan te verbeteren. Dus zo schrijft hij dat in zijn motivatiebrief. Hij hoopt daarmee natuurlijk enige twijfel die de afgelopen weken gold. En ook de dilemma's die geschetst zijn. Dat die dan misschien wat minder heftig zijn. Dat hij dat misschien kan wegnemen. Rick van Aardenveld, de tolweg is van de agenda gehaald. Wat vind je daarvan? Ik vind het aan de ene kant begrijpelijk. Er waren nog een paar lastige punten op te lossen. Aan de andere kant vind ik het ook jammer. Want dat betekent, het is een dilemma. En het zal over een half jaar nog steeds een dilemma zijn. En we zullen toch een keertje de knoop moeten doorhakken. Dan gaan we naar de hamerstukken. Het eerste hamerstuk, agendapunt 11. Principeverzoek Troelstralaan. Agendapunt 12. Aangepast stedenbouwkundig plan Baarn Centraal. Gelukkig zijn er dan nog wel twee andere plannen die wel doorgaan. Dan hebben we het over de Troelstralaan en Baarn Centraal. Daar wordt toch wel weer een substantieel deel aan nieuwe woningen toegevoegd. Ja, beide projecten, de ene al wat langer bekend en nu een volgende fase. Dan heb ik het over Baarn Centraal. De andere, Troelstraat, toch een hele nieuw plan. Wat eigenlijk niet schoorvoetend, maar echt heel breed gesteund, unaniem gesteund werd door de raad vanavond. Dan praat je al snel bij elkaar over, ik reken even snel, ruim 60, 70 woningen. Die in verschillende prijskategorieën straks voor Baarn beschikbaar zijn. Nou zei ik het al tegen de wethouder net. Er zijn gelukkig wel twee woningbouwprojecten die wel doorgaan. Troelstralaan en Baarn Centraal. Dat zijn toch weer mooie projecten die opgestart gaan worden. Ja, hoewel de eerlijkheid gebiedt dat wij tegen Baarn Centraal gestemd hebben net. Juist vanwege het feit dat daar, hoe zeg je dat? In zo'n mooie omgeving en in mijn optiek in een stedenbouwkundig en architectonisch mooie panden, dat die daar weggaan. Terwijl deel 2 van het plan, het lelijke gebouw aan de Amalielaan, dat blijft gewoon staan. Dus daarmee kan je ook niet het volume maken wat je had willen maken. Jammer. En dan wil ik nu graag de heer Van Ginsen vragen om deze kant op te komen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Als u wil antwoorden met dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dan wil ik u van harte feliciteren. Nieuw raadslid voor Baarn, Michel van Gunsven. Gefeliciteerd met je benoeming. Ja, dank je wel, Kees. Ik heb het al eerder gelezen. Zo'n 2,5 jaar geleden was je eigenlijk met voorkeurstemmen al benoemd in de raad van Baarn. En toen had je het idee van het was nog even te vroeg. Is het nu niet meer te vroeg? Nee, ik loop natuurlijk al 2,5 jaar mee en ik heb natuurlijk al volledig meegedraaid met de fractie. Vergaderingen, maar ook infoavonden, debatavonden. Dus ik ben er wel klaar voor. Ja. Wat trekt jou nou zo aan in dit werk? Het is lokaal, hè. En voor Baarn er zijn, vind ik gewoon al geweldig. En dat is ook wel de drijfveer waarom ik het doe. Ja. Vooral om lokaal dus bezig te kunnen zijn. Is het ook belangrijk om dingen op te pikken? Hoor je veel om je heen waar je mee aan de slag kunt? Ja, ik ken natuurlijk al wat mensen in Baarn. En ik ben natuurlijk, kom uit de horeca en ik zit natuurlijk bij een voetbalvereniging. Dus links en rechts hoor je natuurlijk veel. En daar kan je wat mee.
We willen graag dat Baarn bijdraagt aan de doelstelling voor de restregio Amersfoort. Maar daarbij willen we ook de kwetsbare natuurgebieden zoveel mogelijk ontzien. De RES, regionale energiestrategie, hè? Dat is de afkorting daarvan. De RES, wat is daar zo belangrijk aan? Nou, het gaat nogal een impact hebben. Het gaat over grootschalige opwek van zon- en windenergie. Om de CO2-reductie te realiseren. En vanuit de Rijk zijn daar doelstellingen opgelegd. En wij mogen als regio met elkaar gaan kijken hoe we dat willen uitvoeren, hoe we dat willen realiseren. Maar het Rijk heeft ook gezegd dat het moet in zon en wind. Want dat zijn de bewezen technieken. En pas na 2030 gaan we naar andere technieken kijken. Windmolens in de Eempolder, ja, dat is wel een dingetje. En daar hebben we dus nu een motie over aangenomen dat we dat niet willen. Maar het betekent wel dat de opgave blijft staan. Dus dat we andere dingen zullen moeten doen. En dat we heel creatief moeten gaan zijn. En echt die ambitie hoog moeten houden om toch voldoende duurzame energie op te gaan wekken in onze regio. Dan nog even over de RES. Tevreden met wat daar nu uit is gekomen? Ja, wij waren al tevreden met het resultaat van de RES. Ik denk dat Baarn niet hoeft te mopperen als het gaat over hoe Baarn aan zijn energieopwek gaat komen. We hebben gezien dat de motie om de Arkemeenpolder en de Eempolder om die leeg te houden, dat die motie, die heeft het met een nipte meerderheid net gehaald. Wat ons betreft was die overbodig, want het stond al in de RES. En ik denk dat wij als Baarn niet hoeven te mopperen. En we moeten niet vergeten, we hebben nog een knappe doelstelling te halen met elkaar. Dus je kan wel van tevoren van alles afschieten. En ook wij zijn ervoor om die polder open te houden uiteraard. Maar met deze oplossing kunnen we voorlopig goed uit de voeten. Nou, het is een soort cliffhanger is dit.